Mijn ex-man en ik, wij waren eigenlijk net met elkaar getrouwd. Ik raakte volgens mij meteen in de eerste maand raakte ik al zwanger. Ja, hij zag het me niet doen. En daar ben ik, daar ben ik heel erg onzeker van geworden. Ja, dus ik ben dat gaan geloven. Dat ik mogelijk geen goede moeder zou zijn. Nou, sowieso, ik ben autistisch. Ik vind het heel moeilijk om mensen in te schatten. De sociale interactie vind ik moeilijk. Mijn dagen inplannen. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik nou moet verwachten van het moederschap. En toen hij mij aangaf dat hij niet verder wilde met het huwelijk, ben ik toch wel redelijk in paniek geraakt. Kan ik het wel? Ja, ik voelde haar paniek en ontreddering en radeloosheid heel sterk. En ook wel de roep om hulp van, ik kan dit niet alleen. Ik merkte dat haar netwerk nauwelijks was. Ik ga samen met jou kijken om mensen om je heen te creëren die steunend kunnen zijn. Dus we gaan gewoon op zoek naar hulpverlening die passend is. Ik wist dat er binnen Delft ook Pinkies bestond. Dat is video home training die heel erg gericht is op interactie tussen moeder en kind. Gezien haar intelligentie valt zij dan niet onder de doelgroep. Dus het team jeugd ook mede aan meegeholpen. Wel gekeken met elkaar of ze daar toch gebruik van kon maken. Omdat wij wel met z'n allen dachten van dat zou wel een heel mooi middel zijn. Om juist die eerste weken, maanden vaardigheden aan te leren. Om dan bijvoorbeeld samen oefenen om de baby op bed te leggen of samen in badje doen. Hoe ontstaat het oogcontact? En het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Toch de wetenschap dat je iemand kunt bellen als het nodig is, dat is ook al stressverminderend. Dus juist die laagdrempeligheid en niet allerlei organisaties moeten bellen met bureaudiensten. Zij ontwikkelt zich heel erg goed. Ik denk van, dan doe ik het toch wel, dan gaat het toch wel goed. Ja, ondanks dat begin.